Evix, ja, zijn deze wil ik eigenlijk wel doen voor de Horde Rush LTM. Ja, je hebt hier een 40 KO streak. Die helemaal leed hebben ze natuurlijk cube spanners. Upgrade weapons to upgrade bench. In Horde Rush. Er zit een collecting score multiplies. Er zit een open chest in Horde Rush. Help defeat boss in the final stage of Horde Rush. Hit headshot en cube monsters. Use an explosives. Accumulate 10 points, dus zoveel 10 punten moet je hebben. Alleen ja, ik zie de Horde Rush LTM zie ik hier niet tussen staan, dus ik weet niet waar die hier zou moeten staan. Ik dacht eerst bij Epic, maar ik zie hem niet staan. En misschien moet hij nog komen ofzo, in ieder geval ik zie hem op dit moment niet. En ja, dat was het eigenlijk wel voor deze uitlegvideo. Ik hoop jullie het leuk vonden en vergeet niet om te liken en te abonneren.